wordt neergezet, is eigenlijk letterlijk een wonderkamer. Daar gaat het om die verwondering. En dat is een combinatie van technologie en natuur en mensen. Maar ook dat het, hoe groeit dat dan verder? Hoe kan dat dan in zo'n natuurlijke context worden? Dat gebeurt in aan het zoeken. En eigenlijk wil ik die zoektocht wil ik doen met de mensen die hier naar kijken. En er zijn dus ook QR-codes, die kun je scannen. En dan kun je formulieren invullen en op basis van die formulieren ga ik kijken naar wie vind ik dan leuk om in gesprek te gaan over wat voor werk hier is, de thematiek die eraan hangt en dat mee te nemen. En dan ga ik over 5 weken de eerste container onthullen met een nieuwe invulling. En over 10 weken, na weer een reeks gesprekken, die laatste container. En dan moet dit eigenlijk een totaalverhaal worden. En dat kan best betekenen dat die 3 ook nog weer aangepast moeten worden. Om het kloppen te krijgen. En dat is eigenlijk de zoektocht die ik in wil gaan. Er komt op een gegeven moment weer uitnodiging voor de eerste en voor de tweede. En medio december, dan wil ik eigenlijk nog een keer opengooien en zeggen: dit is het totaalplaatje, dit blijft nog een maand staan. Succes!